bij Jeroen Veldhuis, de instroomcoördinator van het Flescollege. Wat is de instroom? De instroom is eigenlijk waar alle nieuwe leerlingen op het Flescollege beginnen. En aan de hand van observaties van het gedrag en het gemaakte werk bepalen wij na 5 weken, plannen wij een tussenevaluatie. En kijken hoe het proces loopt. En na 10 weken hebben wij het complete gedrag van de leerling duidelijk. Het plaatje ook helemaal duidelijk. En aan de hand daarvan bepalen wij naar welke klas binnen het Flescollege deze leerling kan gaan. Of buiten het Flescollege. Dat is ook nog een optie. Nou, welkom. Mijn naam is Younis Kerinongo. Ik ben leraar ondersteuner en ik werk bij Instroom. Nou, dit is wat we allemaal doen bij de Instroom. Het is eigenlijk een compleet pakket. We hebben hier de doelenkaarten. Daarin worden de doelen van de leerling besproken en beoordeeld. En als ze alle doelen behalen, dan gaan ze verder met de volgende doelen. Dit is de hele flexrouting. Het is allemaal te veel om op te doen. Als u met me meeloopt, dan hebben we nog een hele interessante nieuwe collega. Die zit daar. Hey, kom. Mijn naam is Jesse Boateng. Ik zit ook in de instroomklas samen met meneer Veldhuis en mevrouw Kerry Dongo en mevrouw Boetelschon. En dit zijn mijn leerlingen. Die zijn nu bezig aan hun weektaak. Ik ben Bobby. Dit is mevrouw Polat. Hallo, ik ben de coördinator van Flex MBO. En we gaan nu naar een Flex MBO lopen met Bobby samen. Samen, dat is goed. Hey, ik ben Messen. Dat is Messen. Ja, wilt u dat over jezelf vertellen? Ik ben nu net bezig met een lesje burgerschap. Lola, zal jij even rondleggen? Hoezo kom je niet? Zij wil niet op de camera. Mel, zou jij kunnen uitleggen wat het verschil is tussen racisme en discriminatie? Racisme is tegen een bepaalde groep, bijvoorbeeld Surinamers of zo, dat je daar iets tegen hebt. En discriminatie, ja, huidskleur of iets over iemand. Juist andersom, wie zou me helpen? Angela? Mogen we je even storen? Ja, natuurlijk. Wat over jezelf vertellen? Of ik wat over mezelf kan vertellen? Ja. Wat wil je precies weten, Bobby? Wat je functie hier op deze school is en wat je Ik ben mentor, hallo, goeiedag. Ik ben mentor van de Flex MBO afdeling. Nog meer? Wat doet u allemaal hier op Flex MBO? Wat ik allemaal doe? Ik geef eigenlijk bijna alle lessen, behalve de praktijklessen. Ik begeleid de leerlingen bij hun werk, ik heb gesprekken met ze, eigenlijk een hele hoop. Robby, Flex MBO bestaat uit eigenlijk op dit moment 2 klassen. Na de herfstvakantie gaan we over naar 3 klassen. Bij Flex MBO bieden wij entreeopleidingen aan. Niet doen! Entreeopleidingen, dienstverlenende zorg, verkoop en retail, horeca en techniek. En we gaan nu naar een onderdeel waar de horeca vaardigheden worden aangeleerd aan de leerlingen. En dat wordt in de kantine gedaan door eigenlijk meneer Sluis en alle andere collega's waar we nu naartoe gaan lopen. Dat is goed. Onze mevrouw, de kantinejuf. Nou mevrouw, hoe gaat het met u? Hartstikke goed. Wat is uw functie eigenlijk hier bij de kantine? Mijn functie is zorgen dat er 3 verschillende broodjes zijn. 4 verschillende tosties. 2 soorten paninis, heel veel fruit. Kinderen eten heel veel fruit tegenwoordig. En natuurlijk altijd de favoriete smoothies. En meneer, hoe is het met u? Ja, komt er ook even bij? Ja, dankjewel. Kunt u zichzelf even voorstellen? Ja, ik ben meester Zuiderveld. En wat is uw functie hier? Ik hou de boel schoon hier en ik zorg dat de kinderen zich een beetje gedragen. Dat is eigenlijk wel mijn goed. Nou, hierachter hebben we de keuken dus, waar all magic happens, zoals ze zeggen. Dit persoonlijk vind ik echt een hele mooie keuken. Je kan jezelf hier niet aan verbranden, want dit zijn elektrische platen. Als je dit aanraakt en het staat aan, dan kan je jezelf niet verbranden. Ik weet niet hoe dat werkt eigenlijk, het is echt magie gewoon, denk ik. Maar echt een prachtig ding gewoon. Elke keer wordt ook, elke donderdag hebben we lessen. En dan krijgen we elke keer een nieuw recept wat we moeten maken. En dat is ook gewoon goed voor je ervaring en goed. Gewoon voor jezelf, wat je later zelf kan maken, thuis ook. Naast koken volgen we ook mbo-les niveau 1. En op koken
leren we ook heel veel samenwerken, ook met hygiëne te werken en dat soort dingen. We zijn bij het technieklokaal van meneer Toegal. En je kan hier ook praktijkles volgen voor als je richting techniek wil gaan. Kijk, zie, daarna ga je. Hi. Yay. Kunt u uitleggen wat je hier kan doen voor de praktijklessen? Ik doe hier helemaal niks. Ik ben hier voor gezelligheid. Ja. Ja. En wat leert u de kinderen? Serieus? Doen we dat serieus? Oké. En wat voor les geeft u de kinderen hier? Ik geef hier techniekles. Wij hebben hier 4-5 onderdelen van techniek. En dat zijn we? En houttechniek, metaal, solderen, lassen en elektro. Hoe gaat het? Goed, en met jou? Nou goed. Ja? Kunt u functie uitleggen? Kan ik mijn functie uitleggen? Ja, dat ga ik proberen. Ik ga vertellen dat ik ben een flexcoach. En dat betekent op het moment dat alle leerlingen weten dat ze naar een mbo-opleiding willen en welke, dan help ik bij het inschrijven. En dan help ik ook bij de intake en alles wat nodig is. En zorg ook dat je gewoon aangenomen bent. Ja. En na de vakantie ga ik met iedereen weer even bellen van ben je ook terecht gekomen? En zit je op de goede opleiding? En blijf je daar zitten en blijf je het leuk vinden? Nee, dat kunnen we tot december zo ongeveer doen. Ja, is goed. Ja, duidelijk. Oké, dankjewel. We zijn bij meneer Funafu. En hij is stagecoördinator. En hij gaat nu uitleggen wat zijn functie is. Wat hij moet doen. Hey, Mike. Ik word echt overvallen hier. Wat ik hier doe, ik netwerk voor de school. Zoek zoveel mogelijk stageplekken voor de leerlingen. Geschikte stageplekken ook. En ja, dat is eigenlijk kort wat ik doe. En ik geef LOB. Ja. Top. Oké, Robin. Je zit in de Flex MBO klas. Ja. Wat doe je daar eigenlijk? Veel toetsen maken. Zoek naar een stage. En voorbereiden op het mbo-examen. Oké. En stage zoeken, is dat gelukt? Ja. Waar ga je stage lopen? Jump Excel. Welke richting ga je volgen? Zorg en welzijn. Zorg en welzijn. Dimitri? Ja, precies dat wat Robin net zei. In de Flex mbo zorg je ervoor dat je weer op je ritme komt, dat je terug naar het mbo kan. Of misschien als dat naar een hoger niveau. En dat is eigenlijk best wel, je maakt veel toetsen, je kijkt op wat je niveau is. En dat is eigenlijk gewoon, ja. Lekker dan. En Bobby? Ik zit nog gewoon even op te stomen om voor de mbo, Mondriaan. Je wil door? Ja, ik wat wil door. Wat wil je gaan worden? Ik wil zorg en welzijn gaan. Ja? Ik wil in de jeugdgevangenis werken. Uiteindelijk in de jeugdgevangenis ja, gaan werken? Ja, als begeleider. Leuk, dank jullie wel. We zien hier twee leerlingen van de Flex op maat afdeling. Die zijn bezig met tosti's maken omdat de kookles is uitgevallen. Flex op maat, leerlingen die of qua IQ het meest kwetsbaar zijn, of de leerlingen die qua zorg rondom school het meest kwetsbaar zijn. Voor sommigen is het zo dat tijdens op school zijn is eigenlijk al winst. Voor een aantal anderen is het heel belangrijk dat we gewoon iets voor regelen rondom de zorg. En, nee, die heb ik nog niet. Mag je nu de tosti's laten zien? Hiesham vindt het een beetje ingewikkeld. Risa-chan een stuk minder, toch? Die interesseert het niet zoveel. Ik heb er een paar die het wat moeilijker vinden. Wat ben je aan het doen? Tosti aan het maken. Tosti aan het maken? Moeilijk? Nee. Nee, dat kan je wel. Waarom doen we het? Nee, nog niet. Even de klas gaan kijken. We zitten ze nu film te kijken. Dat doen we niet elke dag. Goedemorgen. Ik ben Zela. Dit is de Flex op maat klas. En we zijn het nieuws aan het kijken. De politie bijna 930. Bij de Flex VO-afdeling. Alexandra, wil jij Wim even rondleiden hier op de Flex VO-afdeling? Ja hoor. Hey, dit is dus mevrouw Sanchez. Hallo. Wilt u misschien even kort vertellen voor het filmpje wat u allemaal doet hier? Wat doe je man? Ik zit hier Hamza. Ik moet Hamza hier de hele dag corrigeren, dat ten eerste. En ik ga ook naar stamscholen en ik, zoals de FAVO in het Zuidwest. En ik begeleid met het leesdossier en dat soort examendingen. En ik geef ook Nederlands en CKV.
Kom niet langs. Okay. Dank u wel. Gaan we door naar meneer. Goedemiddag. Nou, we zijn even aan het rondleiden. Misschien wat even wat vertellen wat u hier doet allemaal op het Flex VO. Op het Flex VO? Nou, ik heb een hele drukke baan hier. Ik werk als docent wiskunde, biologie en aardrijkskunde. En ik help leerlingen in het uitleggen van de moeilijke vakken. Voor jou is dat biologie. Nou zeg, nee, wiskunde. En wiskunde, allebei. Nee, nou zeg, alleen wiskunde. Maar dan heb ik nog één vraag. Wilt u misschien uitleggen wat het Flex VO allemaal gewoon inhoudt? Wat het Flex VO inhoudt? Nou, het Flex VO, dat is de afdeling op het Flex College, waar de leerlingen uit kunnen stromen naar regulier onderwijs. Dus wij zijn met de leerlingen aan het werk waarin ze gaan werken aan PTA die ze krijgen van hun stamschool. Ze gaan toetsen maken, ze moeten leren plannen. En als ze goede cijfers halen, dan kunnen wij ze presenteren aan een nieuwe school waar ze uit kunnen stromen. Oké. Dus niet alle leerlingen doen dat. Sommige leerlingen doen eindexamen hier. Oké, nou, dank u wel voor de uitleg. Alsjeblieft. Zullen we nog even de stagiair voorstellen? Misschien wilt ze dat zelf. Even lekker jezelf voorstellen, want we zijn aan het rondleiden. Ik ben Halima Jakleb en ik loop hier stage als pedagoog in opleiding. En ik begeleid de kinderen, ik probeer ze te motiveren, één op één gesprek aan te gaan. En ja, gewoon een beetje helpen waar ze vragen bij hebben. Ja, dank u wel. Dan is dit wel het einde van de rondleiding. Ik ga weer verder. Hier is de zorgkamer. Hallo, mijn naam is Irma Friesema. Ik ben zorgcoördinator van het zorgteam binnen het Flex College. Het zorgteam is verantwoordelijk voor een goede start, een inhoudelijke trajectbegeleiding en passende uitstroom voor alle leerlingen die aangemeld worden binnen het Flex College. Ons zorgteam bestaat uit een aantal gedragswetenschappers en zij zullen zich zelf voorstellen. Ik ben Angelique Dijkhuizen en ik ben de gedragswetenschapper van de Flex op Maatklas. Mijn naam is Nicole Vlaanderen en ik woon bij de Flex VO afdeling. Ik ben Hanna de Wilde en ik ben een gedragswetenschapper van de afdeling instroom. Ik ben Helena Mathilde, gedragswetenschapper op het Flex College. En samen met mijn collega Irma Friesema ben ik verantwoordelijk voor de instroomklas. Ik ben Sanne Kerdel, stagiair op de zorgkamer. En ik doe onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van leerlingen uit gesloten setting. Nou, het Flex College werkt samen met Centrum voor Jeugd en Gezin. Iedere leerling heeft een eigen gezinscoach. En verder werken we samen met de WAAG. En groot. Ik doe de interne stages hier en de evenementenorganisatie. Ja, ik ben Justine de Jonge. Ik ben de trainer op het Flex en ik geef Move to Learn in alle klassen. En ik help heel vaak individuele kinderen met of bijles of een training op maat. En ik ga ook nog langs alle stamscholen om een PVAO te maken en dat betekent een plan van aanpak onderwijs waarin ik het onderwijsprogramma bespreek van hoeveel toetsen en wanneer en al dat soort dingen. Dat doe ik. Nou, ik ben Anne-Marie en mijn taken op het Flex College zijn onder andere financiën, leerplichtzaken, ik geef zorg- en welzijnles, ik geef kookles en vakgericht onderwijs voor de afdeling MBO. Nou, ik ben Joey Verhumert, ik ben de gymdocent en de sportcoördinator. Ik geef hier dus de gymlessen en coördineer de sportlessen in het sportplan. Het sportplan wil zeggen eigenlijk dat onze leerlingen extra sport krijgen, omdat ze in de ochtend altijd van bepaalde trainers en bepaalde sportdomeinen extra les krijgen. Met de gymlessen doen we natuurlijk van alles, klimmen, turnen, atletiek tot spel. En het sportplan hebben wij basketbal, voetbal, zelfverdediging, badminton, nog wat extra voetbal en dansen. Nou, wij zitten met 6 gezinscoaches zijn we aan het Flex College verbonden. Wij werken vanuit het Centrum Jeugd en Gezin op Laak in het voortgezet onderwijsteam. En wij zijn vast op het Flex. En wij zorgen er eigenlijk voor dat wij voor alle kinderen hier extra begeleiding en zorg bieden. En in die nodige hulpverlening inzetten. Dus dat is wat wij doen. MUZIEK
we moeten de wedstrijd uitstellen naar een andere keer. Je gaat u niet je sokken. Ja, dan heb je een excuus gevliest. Maybe I'm asking for too much. Yeah, yeah.